Nou, luister, ik moet even ter zake komen. Er is een film, Feuter de Film. Het is een aardig film. Kun je naartoe gaan. Als je van je papa en mama geld krijgt voor een kaartje. Kun je ook niet doen. Kun je hem gratis downloaden. Dat is minder aardig. Maar kan ook. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat je doet. Maar ik denk dat je veel plezier gaat hebben met kijken naar de film. Denk ik eigenlijk. Dat het een toevoeging gaat zijn aan jouw fantastische, spannende leven. Waar elke dag van alles gebeurt. Waarschijnlijk. Dus als dat niet zo is, zou ik gewoon gaan kijken. Nu geef ik die microfoon aan die kerel hier naast me. Die krijgt ervoor betaald. Godverdomme, lekker bezig, Pet. Wat is dit? Nazi-Duitsland? Is dit Nazi-Duitsland? Prima feestje eruit. Ja, ik vind het zelf ook wel een geslaagde avond, ja. Kom volgende week weer, denk ik. Je bent een topper. Ook naar Rijk. Tim, nou, je hebt net de film gezien. En volgens mij is het wel een beetje de grote boodschap, you're too old for this shit. Ja, ja, ik moest denken aan het moment dat ik volgens mij mijn 16e verjaardag vierde. Wat allemaal helemaal goed ging. Mijn ouders waren weg, weet je wel. En toen kwamen ineens de grote jongens uit de straat. En toen gingen de tampons door de huiskamer, de schildpaddenbak, die kwamen in de schildpaddenbak. En de wc is loskomen zitten omdat iemand waarschijnlijk met zijn voeten zo tegen de muur seks heeft gehad op mijn wc. Daar moest ik aan terugdenken, ja. Alleen nu is Olivier de oudere jongen die eigenlijk er niet bij moet zijn. Want daardoor gaat het fout. Is dat... Ik bedoel, jij bent natuurlijk een van de bekendere karakters uit de serie ook. En in mijn ogen draag je ook wel van alle bekende feuten in ieder geval de film. Was dat iets waar je van tevoren iets bij had van, nou, moet dat allemaal wel zo? Nee, heb ik helemaal nooit zo over nagedacht eigenlijk. Ik weet wel dat Olivier zeg maar degene is die uiteindelijk het initiatief heeft om de boel uit de hand te laten lopen. Maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik dat als acteur op de een of andere manier moest dragen. De aandacht ligt ook heel erg bij twee hele jonge, frisse karakters. Dus het voelde eigenlijk heel dienstbaar wat ik deed aan hun verhaallijn. Maar dan een beetje de bad cop, zeg maar, de andere kant een keer. En een heerlijk pathetische toespraak. Ja, ja, vond je dat goed? Ja. Pathetisch. Ja, dat is het ook. Ik denk ook dat Olivier niet zo goed in staat is om iets anders te voelen dan melodrama of pathetiek. Of het is altijd groot bij de jongen. Aan de buitenkant, van binnen zal het vast genuanceerder zijn. Maar het is groots en meeslepend bij de jongen. Het is nu voorbij. Hoe voelt dat? Ja, nou ja, als je ergens lang mee bezig bent, dan ben je het altijd de hele tijd zat. Maar ik ben me wel heel erg bewust van hoe bijzonder dit is geweest. 3,5 jaar voor de serie draaien. En dan als kers op de taart de film. Maar ook de applicatie die we eromheen hebben gebouwd. De campagne, alle leden, gewoon heel veel... Daar gaan we naar verboden. Het was gewoon een heel bijzondere periode. Niet alleen met de mensen met wie we werkten, maar ook zeg maar heel actief met de fans. Ja, ik vind fans altijd een raar woord, maar wij noemden ze dan leden. Dus, maar nu ben ik werkloos en mijn baard begint te groeien. Jij bent ook al een tijdje op weg. Eigenlijk is het eten wel op ook thuis. Mijn vrouw begint te klagen. Er moet op een gegeven moment wel weer geld binnenkomen. Mijn kind, ja. Ja, met babyvoeding kom je best een eind, maar ja, je wil ook gewoon een beetje fruit kunnen geven. Dus ik zit wel te wachten op de volgende grote klapper. Dus als Willem en Laurens volgende week bellen, we gaan toch seizoen 4 maken? Nee. Nee, dat zou ook niet goed zijn en dat gaan ze ook zeker niet doen. Ik denk wel dat als er een seizoen 4 komt, dan zal iedereen, denk ik, inclusief ikzelf, denken... Ja, moet Olivier even voorbij komen. Maar volgens mij is het wel tijd voor een nieuwe, verse kopies. Toen het eerste idee ontstond voor een film, wanneer hoorde jij dat? Geen idee. Ik herinner me wel nog heel levendig dat ik met Ruben Brinkman bedacht tijdens seizoen 1 dat we feut op skivakantie gingen doen. Dat herinner ik me wel nog heel goed, maar dat is er natuurlijk nooit van gekomen. Maar deze film, nou, ik denk eigenlijk dat het heel erg lineair gewoon na de opnames voor het derde seizoen. Nee, toen wist ik het al. Voor het derde seizoen wist ik het al. Want ik heb heel erg duidelijk een boog bedacht die over het derde seizoen naar de film doorgaat voor mijn karakter. Ik weet het gewoon niet. Waarom is deze film ook leuk voor mensen die de serie niet kennen? Nou, omdat de distributeur en de producent er heel bewust voor hebben gekozen om een film te maken die, als je de serie hebt gevolgd, heel erg tof is en een kers op de taart. Maar als je nog nooit iets hebt gekeken, is het echt iets wat losstaat. En meestal zeg je dat omdat je wil dat er zoveel mensen naar de film komen. Dat is in dit geval ook zo, maar het is wel waar.
Dus het zijn twee helemaal nieuwe karakters die een hele eigen avontuur beleven. Alleen dan in de arena van waar wij 3,5 jaar aan hebben gewerkt met z'n allen. In hoeverre lijkt Olivier de Ruiter op Tim Murk? Het is andersom. Olivier de Ruiter lijkt heel erg op Tim Murk. Of vroeg je dat ook? Nou ja, wat zijn de grootste overeenkomsten? Nou, dat vind ik ingewikkeld. Maar, want ik ben niet Olivier de Ruiter. Ik kom uit een heel ander milieu, ik ben een heel ander iemand. Maar Olivier de Ruiter is natuurlijk wel steeds meer op mij gaan lijken. Dat is altijd, als je iets doet en je doet het heel lang, dan word je op een gegeven moment ontspannen. En dan word je meer jezelf, toch? Heb jij ook, als je met interview word je steeds meer jezelf, denk ik. Hoop ik. Hoop je? Ja, nou precies, dat hoop je. En zo hoop ik ook dat ik Olivier steeds meer gevoed heb met mijn fantasie en mijn ideeën. Alleen, hij is heel destructief. Ik ook wel. Alleen, hij voert het ook uit. En ik niet. Ik had eigenlijk verwacht van tevoren, ik bedoel, ik ben met zo min mogelijk verwachting de film ingegaan. Mm-hmm. En ook, ik heb ook zo min mogelijk van tevoren gelezen of gezien. Maar ik had eigenlijk verwacht, er gaat nog iets heel dramatisch met de Ruiter gebeuren. Ja, dat had ik ook gedacht. En dat is ook wel in eerdere versies zo geweest. En het is nu dit geworden. En eigenlijk is het heel dramatisch wat er gebeurt. Het is eigenlijk heel erg dramatisch. Alleen het eindigt niet met een... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Hij gaat niet dood. Was dat in het begin? Nou, daar is wel sprake van geweest. Al vanaf het eerste seizoen trouwens. Dus, omdat Olivier ook een karakter is, denk ik, die constant op een randje aan de rand van het dak staat. Met zijn arm in de lucht. Kijk eens hoe groot ik ben. En tegelijkertijd wil hij helemaal niet leven. Maar wat er gebeurt is wel heel dramatisch. Want hij verziekt alles voor iedereen. Omdat hij denkt dat hij daar gelukkig van wordt. Maar hij snapt volgens mij aan het einde wel... Nou, jij hebt de film net gezien. Dus vertel jij het maar. Snapt hij het? Volgens mij heeft hij het wel door. Maar dan toch... Als hij dan hoort dat het toch voorbij is... Komt hij toch weer even die oude Ruiter omhoog. Ja. Nou, ik denk dat zijn hele leven zo zal blijven. Vier bier? Doe mij maar een spaatje rood. Ik zit in een zuiveringsperiode. Wow! Voor Mercurio! Ruben, van alle feutenacteurs denk ik dat jij wel het meest geloofwaardig bent als Korbal. Nou, dat is een enorm compliment. Dat is ontzettend leuk om te horen. Ik krijg heel vaak mailtjes ook van mensen die dan denken dat ik echt bij een studentenvereniging heb gezeten of zit. En dan reageer ik erop, ja nee, het is allemaal gespeeld. Maar dat is leuk om te horen, daar gaat die serie ook over. Dus dat vind ik een enorm compliment. En het is ook enorm leuk om zo'n korbal helemaal uit te dragen in die serie. Dat is natuurlijk leuk. Ik ben zelf helemaal geen korbal geweest. Althans, ik heb nooit bij een vereniging gezeten. Maar je gedroeg je wel op die manier. Ik heb die kantjes wel een klein beetje in me. En daardoor kan ik dat goed gebruiken in deze serie, zeg maar. Maar het is uiteindelijk ook gewoon een script en wat wij gaan aan het verfilmen zijn. Ik ben wel eens één keer bij het koor bijvoorbeeld geweest. Wat je daar ziet, dat is eigenlijk echt... Je denkt dat is... Daar is de serie nog niks bij. Je denkt echt, dit is je gelooft het gewoon niet. Zo overdreven lijkt het gewoon. Totaal bezopen figuren en... Misschien moet ik dit helemaal niet zeggen. Maar het is gewoon geweldig. Ja. En het is ontzettend leuk om dat in die habitat te mogen wonen een tijdje. Met elkaar. Om dat na te doen. Omdat die taal die er is en zo. Dat je dus in seizoen 2 stapte ik uit een limo en dan zeg ik van het Iovi-vat wordt ingezet. Ja, dat is een soort Lord of the Rings of zo in de zin van of een soort Game of Thrones-achtige taal af en toe. Het is geweldig, een soort sprookjeswereld is het ook ergens. Een sprookjeswereld voor jonge mensen die van seks en bier houden. Ja, het is geweldig, ja. En dan komt er een film, Jurjen. Had jij zoiets van leuk of had je zoiets van nou moeten we dat wel doen? Nee, ik dacht meteen toen de film werd aangekondigd van ja, te gek. Dat moeten we zeker gaan doen. Ja, het is fantastisch. Het is een hele mooie kans om een veel groter en grootser verhaal te vertellen dan dat je in de serie doet. We hebben natuurlijk 3 seizoenen mogen maken, dus we hebben wel een hoop kunnen vertellen. Maar het maken van een film is een compleet andere bezigheid. En het is heel gaaf omdat we het nu heel groots kunnen uitpakken. En dat heb je ook wel teruggezien. Wat is dan het grootste verschil tussen het maken van een aflevering voor de serie en deze film? De tijd ook, maar ook het, gewoon de grootsheid. Hoeveel je kan doen met, weet je, er zitten dingen in de film met special effects, gevechten, massale scènes met figuranten. Dat soort dingen, dat kregen we allemaal niet voor elkaar bij de serie. Dus dat is heel tof dat we dat met de film zo konden laten zien.
En dan mocht Noordzij ook nog lekker even potje matten met de ME. Ja, ja, dat is natuurlijk hartstikke. Dat vindt Noordzij natuurlijk fantastisch. Als er burgers in politiepakjes voor de deur staan, dan komt Noordzij wel even kijken. Ja, ja, dat was ontzettend leuk. Dat massale scènes in de nacht met ME'ers. En ja, dat zijn wel hele leuke dingen om te doen. Dus vooral de feestscènes en die vechtscènes en zo, dat zijn van die massale scènes. En dan ben je dan met elkaar op de set en dan ontstaat er echt een hele bijzondere vibe. Dat we echt met elkaar echt helemaal in die situatie zitten. Ja, dat is gewoon geweldig. En dan kun je helemaal, ja, dan kun je van alles doen. En dat waren hele spectaculaire scènes om op te nemen. Ja, een soort kind in het snoepwinkel? Ja, zeker. Nou, kijk, dat is natuurlijk spelen, het acteren zeg maar, is voor een deel is gewoon heel technisch en zakelijk soms. Want je moet gewoon je tekst uit je hoofd leren en die moet je op tijd zeggen. En je moet het zus en zo doen, je moet in je lichtje staan. Maar ergens is acteren ook spelen zoals je bent als kind. Dat je speelt, dat je denkt, nu ben ik een ridder en ik ga vechten met die of die. En dat in dat soort momenten, soms komt dat ook weer naar buiten. Dan kan je dus echt lol beleven tijdens het opnemen van zo'n film. Want film is natuurlijk eigenlijk gewoon heel technisch. Je moet goed in beeld staan met de camera. En er is een lichtje en er is make-up en je haar en dinges. En je hebt je dialoog. Dus het is gewoon je werk. Gewoon. Het is ons werk. Maar soms wordt het ook echt leuk. Wordt het ook echt spelen. En dan, ja, dan wordt het extra. En dat is de magie ook van onze club acteurs bij elkaar volgens mij. En onze crew. Dat allemaal mogelijk is bij Feuten. Daardoor is het ook vaak wat losser en het levendiger dan soms bij andere dingen die je ziet, vind ik. Ja. Jullie spelen natuurlijk een stel uitgelaten verenigingsleden. Ja. Hoe moeilijk laat je dat vervolgens na de opname weer los? Maar je hoeft het helemaal niet los te laten. Nee, toch? Volgens mij hoef je dat helemaal niet los te laten. Nee, het is... Wat je speelt is gewoon enthousiasme en vrolijkheid en plezier met vrienden. En je gaat af en toe ook een klein beetje over de schreef? Ja, maar dat is toch ook gewoon met vrienden ga je af en toe ook een klein beetje over de schreef. Dus ik vind het in die zin niet zoveel verschillen. Ik vind het juist heel erg laten zien hoe het is. Ja, tuurlijk, er zijn altijd wat extremere dingen binnen de serie om het ook extra interessant te maken en zo. Maar ja, ik denk dat gewoon echt de vriendschap en zo, dat het meeste eruit komt. En dat is gewoon gaaf. Ik probeer altijd zo blanco mogelijk een film in te gaan, omdat je anders heel erg bevooroordeeld kunt zijn. Mm-hmm. Het enige wat me een beetje in mijn achterhoofd hing, was dat dit de afsluiting voor Feuten moest worden. Maar als ik dan naar het einde van de film kijk, dan denk ik, dit is toch helemaal niet voorbij. Nee, het zou zomaar een opzet kunnen zijn voor nog nieuwe avonturen. Maar goed, de film gaat ook heel erg over het loslaten. En voor een deel van de karakters die je in de film ziet en die je in de serie hebt gezien, is het misschien nu wel het moment om toch te denken van oké, sorry, maar misschien moeten we dat maar achter ons laten en kijken hoe we verder gaan met ons leven. Maar af en toe even naar terug gaan is wel leuk. Voor jullie is Feuten echt voorbij nu? Nou, weet ik niet 100% zeker. Het lijkt er wel op, een beetje. Omdat er in principe geen vervolg meer komt op de serie. Maar ja, het kan. Kijk, het is zo'n leuke groep mensen met elkaar. En het is natuurlijk. Wij vinden het hartstikke leuk om te maken. Dus als er een mogelijkheid is, dan kan het best zijn dat we nog een keer iets gaan doen. Dat stel ik niet uit. Het is natuurlijk op een gegeven moment is het ook wel. We hebben nu 4 dingen met elkaar gedaan: een film en 3 seizoenen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is ook alweer op een gegeven moment tijd voor nieuwe projecten. En nieuwe rollen en zo. En ik wil ook niet mijn hele leven als een korbal worden bestempeld of zo. Maar goed, het is wel zo leuk dat als iemand belt van we gaan een nieuwe film maken of toch een nieuw seizoen. Ja, dan moet ik wel. Dan wordt het moeilijk om nee te zeggen. Want het is gewoon echt ontzettend leuk ook geweest. En het leuke is namelijk van dit ook. Dat we onderling met elkaar eigenlijk dit samen hebben gemaakt. Het is niet zo dat er gewoon een vast script ligt en zo moet dat en jij gaat op in je lichtje staan en jij doet het. Maar we creëren het echt op de set met elkaar. En dat is ontzettend leuk. Als je creatief films en televisie kan maken op deze manier met een leuke groep mensen. Ja, er is bijna niks beter dan dat.